George Duke, ieder van ons zoals u hier staat en zoals u daar bent, heeft op een of andere manier natuurlijk wel met de man te maken. Het zijn zijn muziek, het zijn persoonlijk. En ik vind altijd dat je bij mensen als George Duke aan de foto al kan zien wat voor kerel het was. Zo was het wel precies zo'n kerel, was het wel. Het is een, van weinig mensen kan je zeggen dat ze zo'n kaleidoscopische carrière terug hebben als George Duke. Die alles leuk vond, alles oké, alles heel goed deed. Zowel presenteren als zich in allerlei verschillende muzieken bewegen. Als keyboardist, terwijl hij eigenlijk wordt. Zelfs een master's degree in componeren en trombone had, notabene. Maar we gaan vanavond ontzettend veel muziek horen. Het gaat dwars door al die dingen heen, al die periodes van die periode. Soul, de fusion, de funk, het ding met Braziliaanse muziek gaan u allemaal horen. Dat gaat gebeuren met zo ongeveer het beste wat je in Nederland op de bühne kan hebben. En wat hier staat, daar moeten we in Nederland buitengewoon trots op zijn. En dat zijn we natuurlijk ook. En er komt een heel groot aantal mensen hier om een liedje te zingen. En ik zal even vertellen wie dat allemaal zijn. Dat zijn Lodewijk van Gorp, Denise Jenner, Humphrey Campbell, Marleen Seilbaan, Jan Roos, Michel Deli, Adriana Romein. Nou, dat is echt gewoon die komen allemaal, iedereen wil er graag zijn. Andere mensen zijn nu aan het racen vanaf Soesterberg, maar de vliegbasis, waar ook weer wat in de hand was, het metabolicus. Iedereen wil erbij zijn, dus dat zo meteen, dat komt eentje verder. Ik zal even de bit aan u voorstellen en dan weet u tenminste wie dat zijn. We beginnen eventjes. Die komen twee gitaristen, Lou Gullemond en Martijn van Ittersol. Saxonist is Tom Beek. Tom Beek. Sander Buchholz speelt bas. Toetsen Karel Boulet. Karel Boulet. En ik zou voor al deze mensen zoveel kunnen zeggen, maar gewoon van de zuiver gespeeld. En dan moet ik nog wel even zeggen dat de musical director vandaag is ook zo'n reus. Denis Saupala. En dat is ook de man daar in de hoek, overal als je tv kijkt, een of andere ster die u op tv ziet in een grote orkest, zit altijd op percussie bij, Martin Vertonk. Het eerste stuk dat u gaat horen, dat is om Dennis even te laten spelen, een stuk en Wild Dog, dat is een instrumentaal stuk, en dan daarna komen de vocalisten, maar eerst Wild Dog.